toch? Ja. Maar zo lang woon jij nog niet hier? Zo lang woon ik nog niet hier. Ik woon hier nu 4 jaar ongeveer. En het bevalt me uitstekend. We hebben ontzettend veel ruimte, een ruime tuin en zo. En het is allemaal hartstikke leuk en gezellig. Ja. En hoe ben je eigenlijk bij de lok gezellig geraakt? Ja, ik vraag al veel natuurlijk, maar ja. Nou, als je een wakker bent, kan dat wel, hè? Ja, natuurlijk kan dat. Ik ben bij de lok verzeild geraakt via de banenpoel. Ik had ook mijn voorkeur bij de banenpoel opgegeven omdat ik iets met archiveringswerkzaamheden wilde doen, omdat ik dat ontzettend leuk vind. En omdat ik radio als medium wel ontzettend interessant vind. En zodoende ben ik bij de lok terechtgekomen. Nou doen we nu de schnitzels in de pan. Doe je niet bestrooien of zo met peper en zout? Dat doe je niet. Ja, dat doe ik ook. Oh, als het in de pan ligt al. Ja, ik heb er een beetje peper over gooien. Even kijken of deze pepermolen het doet. Ja, die doet het. Je hebt het wel naar je zin ook bij de lok? Ik vind het hartstikke leuk bij de lok. Ja, ja. Inmiddels ken je iedereen natuurlijk zo'n beetje. Nou, iedereen ken ik nog niet. Er zijn 100 medewerkers, dacht ik. Ja. Mensen van de tv die zie ik iets vaker dan de mensen van de radio. De radio-uitzendingen zijn natuurlijk tijdens het weekend. Ja. En ik ben er alleen maar tijdens de week. Ja. Dus die mensen die zie ik iets minder vaak. Je gebruikt daar expres kalfsnitzels voor? Is dat, moet dat echt het kalfsvlees zijn? Nee, dat moet niet. Ik heb het ook wel eens met varkensvlees gedaan. En in deze pestperiode dan durf je dat niet wel. Nou, dat heeft er bij mij niet zoveel mee te maken. Nee. Ik heb er niet zo'n schrik van. We zullen ze ons niet meer in de maag stoppen, denk ik. Maar ik gebruik ook af en toe carbonades, ja. Kalfscarbonades. Dan maakt eigenlijk op zich ook niks uit of je die carbonades of die schnitzels gebruikt. Ja, ja. Misschien nog wat boter erbij. Ja? Zal ik er nog een beetje bij doen? Ja, doe er maar wat bij. Vooral weer dat dit ook aan brandt. Ja, dat is leuk natuurlijk. Zo, beetje, even. Ja, als ik dat moet doen, dan zeg ik het maar. Dan zeg ik ja. Het, ja. Nou, voor de controle... Maar je bent natuurlijk niet gewend dat er dan zo naast je staat. Nee, en zeker niet met een aantal camera's op mij gericht. Dat, dat ben ik zeker niet gewend. Ah, maar die jongens niet zeggen niks. Die zijn hartstikke braaf. En die mogen al wel de geuren binnenkrijgen. Ja, en die krijgen straks natuurlijk lekker te eten. Dat is de bedoeling, hè? Dat kan leuk, hè? Ja. Nee, maar jij kunt misschien controleren of het niet aanbrandt. Het is hier toch van veel omdraaien. Ja. Doe je het ook afblussen of doe je dat niet? Wat zeg je? Afblussen. Als ik namelijk thuis vlees eruit en het begint zo echt te bakken en dat is... Dan moet er een beetje water erbij. Ja. En dan kan het ook gaar worden. En het wordt lekker bruin ook. Ja, inderdaad. Ik weet niet of je dat doet hoor. Ja, dat kunnen we wel doen. Want jij hebt natuurlijk je eigen manier van koken, hè? Ja, iedereen heeft zijn eigen manier van koken. Ja. Een beetje water. Het wordt ook wel prettig hoor. Ja. Het begint te zitten. Ja, dan heb je een beetje zo doen. Je neemt de schaal met die... Ja. Zal ik weten? Ja. Of nog wat water erbij. Ja. He? Het begint al lekker te kleuren. Ja, inderdaad. De uien beginnen ook al een beetje glazig te worden. En die zwarte die halen we er wel uit, hè? Jawel, ja. Ja, als je nou voldoende boter erin hebt zitten.
Ja. Ja, ja, dat is geen probleem. En niet te hard bakken, hè? Nee. Dan wordt het vanzelf een beetje glazen. Mm-hmm. Ja. Ik kan dadelijk dan nog 20 minuutjes de oven in. Laat ik de oven ook al maar aansteken. Er zijn een paar vissertjes. Verdwijn ik waarschijnlijk even uit beeld. Nou, als het goed is loopt de camera wel mee.